Dus hier zit alles in wat we nodig hebben. Ja, tijd om te unboxen. Zullen we hem openmaken? Ja. Welkom bij Unboxing! Vandaag gaan wij de ultieme challenge aan. Waarbij we een look gaan namaken. Maar wat het is? Dat is een surprise. Ja, voor hun. Wij hebben een beauty case gekregen. En hierin zitten alle producten die wij mogen gebruiken. Ik maak de look ook en ik geef jullie tips en tricks. Oké. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben er klaar voor. Jullie ook? Ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Vandaag gaan we voor een vanuit outlook met een sensuele uitstraling. Ja, doe wel. Ja? Oké. Okay. Woe! Oh, dat is wel mooi. Ja. Heel van dat glow. Noem je dat van dat... Highlighter. Ja, dat doe ik echt nooit op. Nee, ik ook niet. Het zal er niet zo uitzien, denk ik, maar... We kunnen wel proberen. Het is... Ik zou het heel tof vinden als ja. Ik dit kan maken. Tijd om te unboxen. Spannend! We beginnen met de foundation. Hiermee leg je de basis voor je make-up. Zorg er wel voor dat je de juiste kleur hebt die bij jouw huid past. Make-up Revolution London. De concealer gebruik je voor onder je ogen en om oneffenheden mee weg te werken. Full cover, ja, dat is wel nodig. Jezus, man. Wallen. Dit palet is handig voor blush, maar ook voor bronzing en highlight. Blush palet. Blush palet? Oh, ik dacht dat dit een oogschaduw was. Is er ook oogschaduw? Nee, blush palet staat hierop. Oh! Dit is de oogschaduw. Oeh. Dat is echt leuk. Ja. Reloaded. Basic matters. Ja. Ik weet echt nooit wat je hiermee aan moet. Met zoveel kleuren eigenlijk. Tot slot een lipkit om je look af te maken. De Retro Luxe Matte Lipkit. Oké, okay, let's go. Ja. De basis. Ja. Ja, ik zet maar gewoon een streep. Jij ook. Met een stick is het handig om eerst wat strepen te maken en daarna maak ik het egaal met een kwast. Kijk. Ziet er wel charmant uit, hè? De concealer. Ik maak altijd een waaier onder mijn ogen, zodat ik weet dat er overal evenveel product zit. Met deppel of uitvegen? Ik doe ook maar wat. Niks goed. Meer aan doen, helemaal okay, goed. Dan het volgende. Gaan we naar de ogen, denk ik. De ogen? Ja. Ik werk met kleine bewegingen van buiten naar binnen. Mooi. En dan die glitter er nog over. Ja, toch? Nu de highlighter voor mijn ooglid. Hiervoor gebruik ik deze kleur. En aan de binnenkant van mijn oog. Dit donkerdere gedeelte ja, kunnen we best voor dit. Deze nemen, denk ik. Ja, ik denk dan inderdaad die donkere kleur voor de schaduw. Ja, gaan we doen. Een heel klein beetje. Oeh! Zodat je niet op een clowntje lijkt. Dat is wel heel fel. Glimt echt keihard. Vind ik het mooi? Ja. Ik vraag me af of zij ook zoveel glow heeft. Denk ik wel. Maar misschien is bij haar iets natuurlijker. Ik ben er zo jaloers op, die mensen die dat zo goed kunnen. Misschien die schaduw ietsjes meer nog. Oh ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, is goed. Top. Zo. Goed. Ik ben trots. Goed zo. Dank. En dan nu de lippen. We beginnen met de lip liner. En dan gaan we het daarmee inkleuren, ja. Met lipstift. Ja. Zorg ervoor dat er altijd een goed puntje op zit. Zo goed, denk ik. Alright, nu inkleuren. Ja. En klaar. Oeh, wat mooi bij jou. Ja? Oké, top. Ja, ziet er goed uit. Ja, best wel goed gelukt. Ik vind echt dat het erop lijkt, ja. Ja? Oké. Okay. Heerlijk. Bij jou? Ja, echt super. Ja? Oh, thanks. Top! Top.